Voorzitter, um, misschien is het niet, heb ik niet heel, ja, ik probeerde heel goed te luisteren, maar die commissie van Geel die laat nogmaals zien natuurlijk dat er enorme ongelijkheid is ontstaan door de manier waarop de overheid het georganiseerd heeft. Um, begrijp ik nou goed dat het kabinet wel de appreciatie schrijft van het rapport, maar zegt ja beslissingen laten we over aan de volgend kabinet of? Geeft het kabinet alleen maar een reactie op basis van de, wat ze nu nog kan doen? Voorzitter, het korte antwoord is het laatste, maar laat ik dan nog één keer proberen helderder toe te lichten. Ik praat misschien te snel of ik, ik was niet helder genoeg. We hadden weet u nog in het Nieuw Begin, voorzitter, hadden wij maatregelen 28 en 29 staan. 28 is verduurzaming door de NCG. 29 is een subsidie die kan worden gebruikt voor verduurzaming. Ik heb in eerdere debatten gezegd, het is verstandig dat ik dat probeer uit te werken, dat was de Kamer, ook dacht ik uh, unaniem voor, dat probeer samen met regio en gemeente uit te werken, want dat is iets wat zij moeten doen. Vervolgens hebben wij al in een commissiedebat in december, dacht ik, of daarvoor het WGO, denk ik, in december het wetgevingsoverleg over dit deel van de begroting hebben wij het elkaar uitgesproken dat ik niet voldoende geld heb om de hele verduurzamingsparagraaf van van Geel uit te voeren. Dat zei ik net. Dat betekent namelijk nou dat je de hele regio voor 100% tegemoet komt in de verduurzaming. Dus wij hebben hier een aanpak gekozen waarbij. Uh, de gemeentes waar het het meest om gaat, het gebied waar het meest om gaat, 100% krijgen, daarbuiten 50% in het ge gebied. En zo hebben we dat nu vormgegeven, waarbij we ook nog eens een keer, maar daar ga ik de hele briefje te voorlezen. dat is niet handig, want er komt toch die on onrust in Groningen. Maar dat is wat ik heb gedaan. Dus de vraag van mevrouw Beckerman, nee, er wordt wel degelijk gedeeltelijk antwoord gegeven of van geheel, maar wel binnen de budgetaire grenzen die door Niel begin waren gemaakt. En zo had ik het, dacht ik, ook al een keer in het commissiedebat gezegd, voorzitter. Ja, voorzitter. Kijk, in het commissie werd ook gezegd begin februari reactie. Eh, toen kregen we een uitstelbriefje 6 maart. Eh, dat is vandaag en we krijgen nu pas na het debat. En daar ontstaat natuurlijk het ongemak. Ja. Want ja, dat is natuurlijk ja. het verkeerd of laat informeren, is natuurlijk gewoon heel ingewikkeld om als Kamerlidje controlerende taak te doen. Wat ik niet zo goed begrijp nu is dat het lijkt nu alsof van geel alleen gaat over duurzame. En dat is natuurlijk een heel belangrijk. Van geel gaat veel breder. Zeker. Uh, en mijn vraag is heel specifiek, kijk, als we willen voorkomen, en ik weet niet of dat nog kan, maar dat gedupeerden nu weer last hebben van dat het kabinet gevallen is, de Kamer heeft budgetrecht. Komt er nou een reactie op dat hele rapport, zodat de Kamer ook eventueel gebruik kan maken van hun budgetrecht? Of moeten we daarop wachten tot er een nieuw kabinet zit voordat er überhaupt een reactie op komt? Voorzitter, het antwoord is ja, er komt een reactie op het hele rapport. Alleen mevrouw, ik probeer de verwachting bij mevrouw Bekkerman te managen dat wij binnen wat onze budgetaire grenzen waren, onze uitvoeringsgrenzen, hebben gedaan aan het uitvoeren van het rapport van Geel wat wij kunnen doen. Dat geldt dus ook voor het bekende onderwerp van de terugwerkende kracht. Dat geldt voor de verduurzaming. Dat zit vanmiddag in de brief. En voorzitter, dan worden Groningers dus opnieuw gedupeerd doordat het kabinet... Valt. Is dat wat het kabinet of het de demissionair kabinet nu zegt? En ik begrijp dat nog wel vanuit de rol van de staatssecretaris, maar wij als Kamer zouden dat moeten weten, zodat we daarop zouden ja. kunnen acteren. Ja, maar voorzitter, mevrouw Beckerman wist dit, dat hebben we eerder gedeeld met elkaar. Ik heb steeds gezegd, ik ga niet het hele rapport van Geel Nu uitvoeren. Daarom heeft zij tijdens het WGO zelf toen een aanvullend amendement ingediend, die heeft geen meerderheid gehaald en het gaat verder keurig. Het enige is dat de timing van die brief, daar moest ik naar kijken hoe ik dat ging doen, zodat er niet onrust ontstaat rond de maatregelen, dat heb ik geprobeerd uit te leggen. Maar verder geeft het het antwoord op de vragen van mevrouw Beckerman die zij wenst.